Yo mensen, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij, Fireco Killers. Ik upload vandaag even weer een keertje op Stefans kanaal, omdat Stefan op dit moment in Zweden is op Dreamhack. Hij doet daar namelijk camerawerk en ik heb GTA op de PC, dus hij vroeg mij, hey, wil je ook een dagje voor mij een video maken? En ik zei natuurlijk van, nou, dat is prima. En wat we vandaag gaan doen is, we gaan vandaag een keertje het politiewerk van Los Santos overnemen. In plaats van dat we Los Santos altijd maar opblazen en kapot maken, gaan wij vandaag gewoon een keertje aan de slag bij de politie van Los Santos, dus laten we alvast naar het politiebureau toe rijden. Dit is trouwens GTA 5 op de PC en niet op de Xbox One. We gaan daardoor dus ook vandaag een keertje mods gebruiken. En het chillen aan de PC is dat je gewoon in de singleplayer mag modden. Dus ik heb de politiemod vandaag gedownload en die gaan we vandaag even aan jullie laten zien. Dus het wordt niet een super lange video, omdat ik hem anders niet naar Stefan zou kunnen versturen. Maar ik denk wel dat het een super leuke video wordt, dus laten we naar het politiebureau toe gaan om ons daar alvast even te gaan omkleden. Stefan is trouwens ook bezig met een deal om een PC te regelen via Cooler Master. En als dat eenmaal voor elkaar is, zal hij ook GTA 5 op de PC gaan spelen. Dus verwacht van hem ook snel GTA 5 op de PC. Maar wil je nu al veel video's zien voor GTA 5 op de PC, vergeet dan ook niet even op mijn kanaal te subscriben. Een linkje daarnaartoe zal in de beschrijving staan van deze video. Ja, en dan gaan we vandaag gewoon proberen om Los Santos even weer een klein stukje veiliger te maken dan dat het normaal is. Want normaal zijn wij altijd de criminelen die Los Santos onveilig maken. En vandaag gaan wij ervoor zorgen dat Los Santos gewoon een stukje veiliger is dan normaal. Dus ik ben nu even goed op mijn scherm aan het letten zodat ik tegen niemand aanbeuk. Want het is natuurlijk niet de bedoeling, als Michael zijn eerste werkdag heeft, dat hij direct iedereen doodrijdt en zo. Dus laten we gewoon netjes gaan parkeren hier. Zo, mooi erin gedrift. Oh, pistool even weg. En dan gaan we even naar de kleedruimtes van het politiebureau om ons daar te gaan omkleden. Dus even kijken. Ik vind het altijd wel nice om een beetje privacy te hebben. Dus laten we ons hier gaan omkleden met deze rare schaduwen van de heist. Ik weet het, maar ja. Oké, even kijken hoor. F3. Go on duty. Wij gaan vandaag als een mailkop. Even kijken, is deze gruwelijk? Nee, ik vind deze niet awesome. Wacht, ik wil wel iets van een kogelvrij vest. Zo. Zo, deze is beter. Yeah, oké. Okay. F4, dan willen we natuurlijk... Oh, dat is het verkeerde mopmenu. Deze. En dan willen we natuurlijk ook nog een partner. En we gaan dit keer als partner nemen een... Mailkop. Zo, waar ben je? 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 Oké, okay, misschien is die hier ergens gespannen. Oeh, hij is invisible. Zie je dat? We kunnen hem niet zien, maar hij is er wel. Want je ziet op de minimap... Zie je een klein... Nou, zoals je kunt zien is de mod nogal een beetje buggy. Maar, oh, kijk. Nou kun je hem wel gewoon zien. Dan gaan we even doorlopen naar buiten. En dan gaan we daar maar onze auto voor de dag even laten spannen. Want we gaan natuurlijk niet een politieauto stelen. Want zo zijn we nou ook weer niet. En, oh shit, we hebben direct een call. Dus laten we even snel doorlopen. Sorry meneer. Maar we zijn op een call. En dan gaan we in de Police Interceptor. Dat is volgens mij de snelste politieauto die er is. Zo. En de pursuit is gewoon recht voor onze neus als het er is. Holy shit. Maar nee, wij moeten die kant op. Dus laten wij daar maar heen gaan en laten onze collega's hier maar mee dealen. Want wij moeten naar dat gele puntje toe. Dus laten we daar heen rijden. En laten we kijken wat we daar kunnen doen voor onze collega's. Of we moeten niet naar het gele puntje toe. Even kijken. Is de call... Oh, de call is al 10-4. Oké, nou, dan gaan we gewoon even een rondje rijden totdat we een nieuwe call krijgen. 10-4 betekent trouwens dat alles veilig is. Maar ik vind deze auto er niet helemaal perfect uitzien, dus laten we hem even staande houden. En laten we eens gaan kijken wat er met hem aan de hand is. Want ik vind al dat hij niet helemaal netjes rijdt. Dus, speeding and careless driver's license. Ask for driver's license. Oké, deze man is dus 25 jaar. En hij heet Frank Connors, age 25. En we gaan hem even fouilleren. Kijken of die wat gevaarlijks. You search the civilian and find nothing. Oké, sorry meneer. Mag je er gewoon even doorgaan. Foutje van ons. Kan gebeuren. Vaak heb je ook wel dat je wapens vindt. Maar dan moet je meer een beetje in de bad neighborhoods gaan rijden. Dus waarom gaan we niet even patrouilleren bij... hoe heet die sukkeltjes die daar zitten? Bij de gangsters. En die zitten hier als het goed is. Even kijken. Als het goed is zitten die... Hier ergens, bij de brug. Nou ja, laten we gewoon deze kant oprijden. En dan gaan we even kijken of ze in de hood ook zo gevaarlijk bezig zijn.
Dus we gaan daar even patrouilleren. Misschien krijgen we wel een call onderweg, dat we helemaal niet daar naartoe kunnen. Maar we kunnen natuurlijk altijd... Oh, kijk, hier, dit bedoel ik. Ze zijn bezig met een achtervolging, dus het is eerst belangrijk dat we daar achteraan gaan. En eens gaan kijken of wij onze collega's kunnen assisteren om deze meneer... Laten we eerst even onze waypoint weghalen. Om deze meneer aan te houden. Dus even kijken hoor. Nou, oh, hij rijdt hier gewoon beneden. Helemaal top. Je ziet hem daar in de verte in het witte busje als het goed is rijdt hij. Dus laten we hem even beuken. Zo. Oh, hij gaat er nog steeds vandoor. Hij wil niet stoppen. Het is een oude man. En helaas kunnen we nog niet arresteren. Dus moeten we ze helaas doodschieten. Maar dat is nu gelukt. En de call is ten voor. Ik weet niet wat die meneer gedaan heeft. Misschien heeft hij gewoon zijn boete niet geaccepteerd. Ik hoop dat de mod ook snel gefixt wordt. Dat je mensen kunt aanhouden en zo. Dat zal natuurlijk super cool zijn. Alleen helaas kan dat in de 1.0c. Kan dat nog niet. De mod, als je zelf ook op de PC speelt. Die zal ook even in de beschrijving komen te staan. Dan kun je ook gewoon zelf een beetje leuk houden. Maar als het goed is zit hier Grove Street. Of in ieder geval zit daar Grove Street in de buurt. Dus laten we de radio nu even op busy zetten. Dat we even bezig zijn met een taak. En laten we daar eens gaan kijken of mensen daar ook illegale wapens bij hun hebben en zo. Want dat willen we natuurlijk niet hebben in Los Santos. En het is natuurlijk ook niet handig voor Michael als daar allemaal gangsters lopen. Terwijl Michael met een missie bezig is. Dus laten we daar eens die kant op gaan. En eens gaan kijken of er ook nog een aantal gangsters klaar zijn om aangehouden te worden. Je kunt ze trouwens wel aanhouden, maar je kunt ze nog niet achter in een squadcar stoppen. Wat dus wel op de GTA 4 LCPD mod komt. Dat kan hier helaas nog niet. Dus misschien komt dat nog. Misschien komt dat niet. Ik weet het niet. Maar we gaan het zien. Dus even kijken. Zo, hier zo erin. Als het goed is, hier ergens Grove Street. Volgens mij rijd ik nu gewoon de verkeerde kant op. Grove Street zit als het goed is aan de andere kant. Maakt ook niet uit, dit is wel een beetje een achterstandswijkje en alle auto's die hier rijden hebben waarschijnlijk wel guns bij zich en zo. Dus even een rondje rijden hier omheen. Hier is een motel, hier is de train tracks. Eens kijken of ik hem nou al kan zien op de map. Even kijken. Als het goed is het hier zo. Ja. Dus laten we die kant op gaan rijden. Sorry mevrouw. De politie is bezig met een belangrijke taak en dat is het beschermen van Los Santos. Dus laten we die kant op gaan. En laten we eens gaan kijken of er ook criminelen bezig zijn met dingen die ze niet mogen doen. Ja, sowieso hij. Sowieso laten we hem even... Oh. Zo. Sowieso heeft deze man een wapen bij zich. Of deze vrouw een wapen bij zich die ze niet bij zich mag hebben. Christ. You find nothing. Oh mijn god. Nou, ik wil ook geen racist zijn, dus je mag gewoon lekker doorrijden. Want je weet hoe het gaat. Als je een donker iemand aanhoudt en ze heeft niks, dan ben je direct een racist. Dus niet racistisch bedoeld of zo. Maar dat is de gang van zaken in Amerika. Met al die filmpjes en alles. Dus dit is de hood. Zoals je kunt zien is dit de hood. Hier lopen allemaal gevaarlijke mensen. En hier rijden dus ook wel gangsters in auto's met wapens en zo waarschijnlijk. En ik zie daar iemand die we wel even kunnen staande houden. Dus laten we hem even stoppen. Shift. Ja, als je op shift drukt dan krijg je dit pijltje zo. En dan kun je zo... Oké, speeding careless driving. Ask for license. Oké, zij is 16? Oké. Chris. Ziet er niet echt uit als 16, ziet er meer uit als 86. Maar dat maakt verder ook niet uit. Laten we onze radio even een busy afzetten. We krijgen direct een melding. Investigate the area, eliminate any threats. Dus, hé man, mevrouw. We roll with sirens, so get out. Oké, 10-4, we gaan de kant op. Het is belangrijk dat we daar op tijd komen. Oh mijn god, iedereen stopt. Iedereen stopt. Iedereen wil... In deze buurt wil iedereen dat de straten onveilig blijven. En ik had het wel daar gedaan als deze call niet zo belangrijk was geweest. Dus laten we die kant op gaan. Laten we eens gaan kijken wat er precies aan de hand is. Als het goed is staat er een groepje met wapens op elkaar te schieten. En op het moment dat wij aankomen rijden worden wij waarschijnlijk ook direct beschoten. Dus
Hier zijn al collega's van ons. Die rijden hier nu omhoog. Ik ben bang. Oh shit. Dat zijn ze al. Oh shit. Iedereen uitschakelen. Leeft er nog iemand? Even kijken. Iedereen is dood. Oké. All suspects dead over. En we kunnen verder met onze missie. En dat is natuurlijk het beschermen van Los Santos. Omdat we normaal altijd zoveel kwaad doen in Los Santos. En we gaan eens kijken wat onze volgende assignment is. We gaan gewoon even over de snelweg een stukje. Een beetje driften. En laten we een stukje door gaan rijden. En kijken of we nog verdachte situaties aan gaan treffen. Even kijken. Ik zie op dit moment helemaal niks. Laten we hier even een U-turn maken op de snelweg. Gewoon weer de stad ingaan. Kijken of daar wat meer aan de hand is. Want natuurlijk, de stad is wel het hart van alle criminaliteit in Los Santos. Daar zitten alle criminelen. Ook zoals Michael en Franklin. En alle jullie online spelers. Die rijden hier ook vaker rond. Dus laten we hier nog eens even een kijkje gaan nemen. En sowieso, we rijden de stad binnen en we krijgen direct weer een call. Investigate the area and eliminate all suspects. Dus laten we die kant op gaan. En laten we eens gaan kijken of we onze collega's hier kunnen ondersteunen. Even kijken. Ja, oh shit. Snel achter de auto. Oh, er zit nog iemand daar in last, hè? Zo. Als het goed is, is iedereen nou dood. Ja, oké. 10-4. Laten we onze auto weer instappen. Ik weet niet waarom we nu 1 ster krijgen. Zoals ik al zei, de mod is nog een klein beetje buggy. Maar als het goed is, gaan die agenten niet achter ons aan. Maar is het gewoon de game, weet je wel? Omdat je iemand killt, denk de game van, oké, je bent fout bezig. Je krijgt politie achter. Ja, maar hier, als je naast de politie rijdt of erachteraan gaat, dan doen ze verder niks bij jou. Omdat ze zien dat je collega bent. Omdat je helemaal gekleed bent in uniform. Dus laten we eens gaan kijken of we nog iets anders kunnen betekenen. Ik vind het wel irritant, die 1 ster. Dus laat ik hem wel even weghalen. Wanted down, wanted down, wanted down, wanted down. Oké, het wil niet. Het wil niet weg. Het wil niet weg. Oké. Dus het is best wel irritant. Ik hoop dat dat nog snel gefixt wordt. Maar voor de rest is het echt een superleuke mod. En we gaan kijken of we nog iets anders kunnen betekenen voor Los Santos. Het wordt natuurlijk ook al donker en laat in Los Santos. Dus misschien is het zometeen ook wel tijd om weer terug te gaan naar het politiebureau als we niet nog een call krijgen. En dan gewoon te stoppen voor vandaag. Onze check mee naar huis te nemen. Oh, kut. Er is nog een pursuit aan de gang. Dus laten we onze collega's gaan helpen. En ik denk dat we hierna ook maar terug moeten gaan naar het bureau. Om heerlijk naar huis te gaan. Want we zijn nu officieel aan het overwerken. We hebben de hele dag al gewerkt. Van 's ochtends vroeg tot, nou, het is nu 's avonds laat. Het zijn lange dagen die je maakt in Amerika. Maar we hebben het ervoor over voor een veilig Los Santos. Dus laten we achter de criminelen aangaan. En laten we eens kijken wat we kunnen doen om hun tegen te houden. Er zitten 2 auto's van collega's al achter deze crimineel aan. En als je op de map kijkt, dan rijden zij nog steeds op de highway. Dus laten we er achteraan gaan. Ze hebben als het goed is zometeen de volgende afslag naar rechts gepakt. Dat is deze. En dan even kijken of we mooi door deze bocht heen kunnen driften. Ja, dat kunnen wij. En dan gaan we achter de suspect aan. Het is een snelle auto, neem ik aan. Want anders gaat het allemaal niet zo snel vaak. Kijk hoor, ze hebben als het goed is deze afslag gepakt. Kunnen we dit driften? Ja, dat kunnen wij. En we gaan. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Dit is echt iets heel doms wat ik nu doe. We zitten ook nog vast. Maar het komt gewoon omdat deze fucking UPS-bus gewoon voor mij gaat stoppen. Wat dus totaal niet de bedoeling is. Maar laten we snel verder rijden. En kijken of we nog achter de suspects kunnen komen. En ik spoel hem vanaf hier even een klein stukje door.
totdat we achter de suspect zitten, dus tot zo. Yo, daar zijn we weer. We zijn nu een beetje dichter bij de Pursuit gekomen. En dat gaat allemaal op superhoge snelheid. Dus zoals je net kan zien heb ik ook een klein stukje ertussen uitgeknipt. En de rest even doorgespoeld voor jullie. Maar we rijden nu langs het FIB gebouw. We zijn inmiddels bijna de map rond geweest volgens mij. En we zijn eindelijk in de buurt gekomen bij onze grote vriend. Die hier nu een ditch inrijdt. En nu kunnen we hem onder vuur gaan nemen. Om de stad gewoon een stukje veiliger te gaan maken. Dus het is nou 10-4. En ik zet mijn radio nu ook op busy, want ik vind het genoeg geweest voor vandaag. Het was een lange dag, het is inmiddels alweer bijna ochtend. En ik denk dat het tijd voor ons is om terug te gaan naar het bureau. Verder hoop ik natuurlijk dat jullie deze video leuk vinden. Dit is ook iets wat je kunt verwachten van Stefan in de toekomst, als hij zijn nieuwe PC gaat hebben. Ik wens hem natuurlijk heel veel plezier op DreamHack en al het camerawerk wat hij daar nu aan het doen is. En ja, ik vraag jullie natuurlijk even om op mij te subscriben als jullie meer van dit soort video's willen zien. Natuurlijk even op Stefan te subscriben als je dat nog niet gedaan hebt. Deze video even een dikke blauwe duim omhoog te geven. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer of op mijn kanaal of weer bij een gastrof van Stefan. Dat kan natuurlijk allemaal. En dan ga ik nu terug naar het bureau. En dan zeg ik tegen jullie, later.